Universiteit van Nederland legt uit waarom bevallen echt net een marathon is. Allebei duurt het lang, waarschijnlijk uren. Het is hard werken, maar hopelijk kijk je er met een goed gevoel op terug. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het lopen van een marathon en bevallen best wel op elkaar lijkt. Kijk, dit is het parcours van de Marathon van Rotterdam. Je begint hier aan de voet van de Erasmusbrug, je gaat de Maas over. En dan hier op de Koolsingel is de finish. Je hebt het gehaald. En dit is het parcours van de bevalling. Hier zijn de voorweeën, de eerste fase. Daar begint de baarmoeder samen te trekken. Voorbereiding wat komen gaat. En dan zijn hier de ontsluitingsweeën, de echte weeën. Baarmoeder trekt verder samen, wee bij wee, om het kindje naar de uitgang te bewegen. En die weeën die kunnen als heel erg intense pijn aanvoelen. En dan zijn hier de persweeën, waarbij je het kindje naar buiten perst. En natuurlijk zijn er verschillen tussen het lopen van een marathon en bevallen. Maar er zijn ook wel degelijk overeenkomsten. 1. Er gaat een periode van voorbereiding aan vooraf waarbij je lichaam klaarmaakt voor wat komen gaat. En 2. Je hebt tijdens het proces heel veel tijd om na te denken. Dus daarom zou je technieken uit de sportpsychologie ook kunnen toepassen op de bevalling. Nou, in de sportpsychologie is de vraag hoe ga je met druk om erg belangrijk. Het besef dat je moet presteren, die finishlijn halen. Maar soms heb je twijfels of je het kan en dan kan die druk best als een bedreiging aanvoelen. En dan maakt je lichaam stresshormonen aan. En die stresshormonen zijn niet zo heel erg nuttig als je graag wilt presteren. Nou, gelukkig heb je als mens een mentale gereedschapskist die je kan helpen om beter met die druk om te leren gaan. In die gereedschapskist zitten natuurlijk meerdere stukken gereedschap. Want er is natuurlijk niet één stuk gereedschap dat voor alles werkt. En als je weet wat er in die kist kan zitten, wat die mentale gereedschappen kunnen zijn, kan je daarmee oefenen. En wat zou die mentale gereedschappen voor jou kunnen zijn? 1. Focus niet op het einddoel. In de sportpsychologie zeggen we vaak, richt je niet te veel op het einddoel. Want dat kan heel veel druk geven. In plaats daarvan kan je je inspanning indelen in verschillende stukjes. En voor elk van die stukjes kan je een ander procesdoel stellen. Bijvoorbeeld in een marathon, de eerste paar kilometer, kan je focussen op het vinden van een comfortabel tempo. Ongeveer halverwege kan je je richten op je looptechniek. En die kilometer 30, dat punt ongeveer, kan je jezelf aanmoedigen. Ik kan dit, ik heb hier hard voor getraind. En die laatste paar kilometers kan je het aanmoedigen van de toeschouwers gebruiken om sterk te finishen. En de bevalling, die kan je ook opdelen in stukjes. Dus bijvoorbeeld tijdens de voorweeën zet ik mijn lievelingsmuziek aan, zodat ik kalm blijf. En dan tijdens de ontsluitingsweeën focus ik me op 1 wee per keer. En elke wee brengt het kindje een stapje dichterbij. En als de weeën heftiger worden, dan richt ik me op mijn ademhaling. En dan tijdens de persweeën richt ik me op de techniek die ik van tevoren geoefend heb. Het tweede gereedschap, ga visualiseren. Visualiseren is eigenlijk als het aanzetten van een televisie in je hoofd, waarbij je al je zintuigen gebruikt. Je denkt aan die situatie en door aan die situatie te denken, bereid je je voor op wat komen gaat. Visualiseren kan je voor verschillende doeleinden doen. In de voorbereiding kan je bijvoorbeeld je taak visualiseren. In de marathon kan dat bijvoorbeeld je looptechniek zijn, met ontspannen schouders rennen. In de bevalling kan dat bijvoorbeeld zijn hoe je elke wee wegpuft. En als je dat echt moet doen, dan voelt dat makkelijker. Visualiseren kan je ook gebruiken om jezelf te motiveren. In een marathon kan je bijvoorbeeld het beeld voorstellen dat je de finishlijn overgaat. Je hebt het gehaald. In de bevalling kan je het beeld voorstellen dat je met het kindje in je armen ligt. Je hebt het gehaald. Visualiseren kan je ook gebruiken als afleiding. Je kan bijvoorbeeld een plek visualiseren waar je graag bent. Het kan het bos zijn, het strand, misschien de bergen. En daardoor leid je jezelf af van de pijn en kan het minder intens aanvoelen. Het laatste gereedschap, maken als-dan planning. Soms gaan dingen toch net niet zo als je gepland had. En die situatie zelf, ja, daar kan je niet zoveel aan veranderen. Maar hoe je reageert op wat er gebeurt, dat kan je voorbereiden. En dan raak je niet zo in de stress als plan A niet doorgaat. Dus in een marathon bijvoorbeeld kan het zo zijn dat je er opeens helemaal geen zin meer in hebt. Je wilt stoppen. Je kan dan met jezelf vooraf afspreken. Als dat gebeurt, herinner ik me aan hoe hard ik heb getraind en zeg ik tegen mezelf, je kan dit en je gaat sterk finishen. En in een bevalling, stel je voor, je droombevalling,
thuis bevallen gaat niet door omdat je toch naar het ziekenhuis moet. In de voorbereiding kan je dan met jezelf afspreken dat je je de ruimte visualiseert waar je in terecht zal komen. En zo zitten er nog meer stukken gereedschap in jouw gereedschapskist. En het belangrijkste is dat je weet wat erin zit, maar ook dat je ermee oefent. Want ja, ongeoefend een marathon lopen, dat wordt vaak geen succes. En zo is het ook met een bevalling. Met een goede voorbereiding maak je het zelf vaak een stuk makkelijker. Noise cancelling kan heerlijke rust geven als je even het geluid om je heen wil blokkeren. Maar je kan je misschien voorstellen dat de hele dag met zo'n koptelefoon opzitten ook niet goed is voor je brein. En hoe dat zit, leg ik uit in de volgende aflevering.